Vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw was er sprake van een proces van individualisering in de Nederlandse samenleving. En mensen gingen zich losmaken van het grote geheel, van de zuilen bijvoorbeeld, en gingen steeds weer hun eigen pad volgen, hun eigen keuzes ook maken. Nou, dat proces blijft zich de rest van de 20ste eeuw alleen maar voortzetten. En daar gaan we nu ook eens even naar kijken. Maar we beginnen even met iets anders wat we ook al eerder gezien hebben. En dat was dat idee van die maakbare samenleving. Het idee dat de overheid dus heel veel invloed kan hebben over hoe de samenleving eruit gaat zien. Dat die zich dus ook actief met de samenleving moet bemoeien. Dat was een sociaal-democratisch idee geweest, van die Rooms rode regeringen, waar we het eerder over gehad hebben. Maar ja, in de jaren tachtig met de kabinetten Lubbers en ook in de jaren negentig wordt dat idee van die maakbare samenleving steeds meer vervangen door een liberaal idee, eh, namelijk dat eh, de burger eh, het zelf moet zien te rooien. Hè. We moeten mensen niet te veel pamperen is de gedachte van liberalen, we moeten mensen vooral vrij laten om eh, zelf keuzes te maken en zo. En de overheid moet zich dus minder gaan bemoeien met de samenleving. En het beleid van de kabinetten onder leiding van de Ruud Lubbers was daar dus een goed voorbeeld van. Maar dat zorgt er ook wel voor dat sociale verschillen in Nederland toe gaan nemen. Want die rooms-rode regeringen van de jaren 50 die wilden graag dat er minder economische ongelijkheid was. En dat er meer gelijkheid kwam. Maar doordat de overheid zich nu juist minder met de Nederlandse samenleving ging bemoeien. zich terugtrok, ging bezuinigen en dergelijke, ging privatiseren. Zag je dat er een toename kwam van de sociale verschillen. Er kwam een groter verschil tussen arm en rijk ja en het feit dus dat zo'n overheid eigenlijk ook het signaal afgeeft van nee je moet jezelf ook zien te redden hè, we doen het minder samen uh, dat Draagt ook bij aan dat proces van die individualisering. Die wordt daardoor versterkt door bijvoorbeeld die kleinere rol van die overheid. Want mensen moeten het meer ja, verantwoordelijk worden voor zichzelf en dergelijke. Er is minder sprake van hey, we doen dit samen. Daarnaast de ontzuiling, die we al eerder hebben gezien, die versterkt ook de individualisering. Want ja, die was natuurlijk in 1980 echt wel helemaal geëindigd. En dat zorgt er echt voor dat mensen meer vrijheid hebben om hun eigen levenswijze te kiezen. Ze hoeven niet meer te schikken naar hun. Ja, en waar de rol van de overheid kleiner wordt, wordt de rol van de commercie, van het bedrijfsleven, wordt juist groter. En die gaan bijvoorbeeld ook op grote schaal reclame maken, zodat mensen producten kopen die ook passen bij de eigen smaak en de eigen levenswijze, hè, die ze dus door die ontzuiling makkelijker zelf hebben kunnen kiezen. Ja, en er zijn ook nog een aantal zaken die de Nederlandse regering doorvoert, eh, die die individualisering ook verder versterken. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van softdrugs gedoogd en uh, mensen worden dus ook vrijgelaten om daarvoor uh, te kiezen. En daarnaast uh, wordt de algemene wet gelijke behandeling, de AWBG, die wordt aangenomen. En dat is eigenlijk een uitwerking van het eerste artikel van de Nederlandse grondwet. En het komt erop neer dat uh, alle Nederlandse burgers gelijk behandeld moeten worden uh, als hun werk wordt aangeboden of huisvesting of goederen of diensten. Oftewel, er mag niet gediscrimineerd worden op basis van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, de politieke gezindheid, het ras, het geslacht, de nationaliteit, de geaardheid of de burgerlijke staat. En dit zijn twee zaken waar de Nederlandse regering en de Nederlanders sowieso eigenlijk eh, erg trots op zijn. En twee andere zaken waardoor Nederland internationaal ook heel erg voorop loopt in de jaren negentig, is bijvoorbeeld het wettelijk mogelijk maken van het homohuwelijk. Nederland was het eerste land waar, waar homo's en lesbiennes met elkaar mochten trouwen voor de wet. En daarnaast werd euthanasie. Dus kiezen eigenlijk voor je eigen sterven wettelijk mogelijk gemaakt, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Maar ja, daarmee was Nederland dus wel een soort koploper. En ja, er waren veel Nederlanders ook wel trots op. En veel mensen, zowel in Nederland, maar ook in het buitenland, die hadden toch het beeld van Nederland als ja, dus een welvarende, vrije en zeer tolerante samenleving. Nou, los van het feit of dat beeld nou helemaal klopt, is dus in ieder geval het beeld wat veel mensen hadden van Nederland.